Goedemorgen gemeente, hartelijk welkom in deze dienst. De bloemen uit de kerk gaan als dank naar Jan Scheltema. Hij verzorgt al jaren de bediening van de schermen en nu ook voor de livestream. De liederen worden vandaag door een gelegenheidskoor gezongen. De collecten zijn bij de uitgaan. De diaconiecollecte is bestemd voor Giro 555 samen in actie tegen corona. De tweede collecte is bestemd voor de kerk. Organist is Menzo Room, lector Japke Gilliam, voorganger is dominee Tietje Hipma. Onze intochtlied is gezang 672 vers 1 en 2. We luisteren hiernaar indien mogelijk staande, dan wensen wij u een gezegende dienst. Dit is nou stil worden en is het keren naar God. Wij mogen elkaar bemoedigen, omdat u help is in de naam van de Ewige, die het hemel en aarde maken had, die het trouw bloot om in eeuwigheid en net losliet het werk van zijn handen. Genade mag je me wijzen en vrede van God is hart, van de Heer Jezus Christus, in de meerschip van de Heilige Geest. Amen. Lieve meesten, wat fijn dat we hier op deze Pinkstersnijn bij elkaar wezen kunnen. En ik verbond me met de meesten die het thuis deze tjeest mij vieren. En het is net heel erg dat we hier net een even loft tjeest hebben. Dat houden we nog te boeren, gaf het zimmer. Het is wel heel erg dat we net mij elkaar jongen kunnen. Maar het is net ons.
Hopelijk komt dat wel. Juster weer wel het Songfestival. Heb je hem nooit het Songfestival gezien? Nee. Nee, ik eerlijk zijn, ik denk, hey, het was gezien van de morgen dat Italië woont. Nou, Jeroen. Verschrikkelijk. We kunnen net koffie drinken uit de chairs, dus we kunnen net even doen, helaas. Maar goed. Maar, waarom het erover begint, ik heb van het weekend wel even gezien naar die. Ik zie ergens iets langskomen van uw Nederlands vertegenwoordiger op het Songfestival. Jean Gu Macroy, zei je. En ik zie een liedsfilm van Jemen. Zo'n lieve Surinaamse dame die zei, doe maar jongen, dat is best. Maar ja, leven op die manier zijn. En dat vond ik mooi, toch prachtig. Maar ik heb juist er een tekst opzocht. En je had er weer zo'n gedoe over al, heel over die broccoli en zo. Maar hij had er een cynische vers. Het vers hier, Birth of a New Age, geboorte van een nieuwe eeuw. En er komt een zin in voor. Jomo kam boko. Dat is die broccoli, die ik erop heb. En dat is de taal die de Afrikaanse slaven onder elkaar splutsen vroeger, die ter naar Suriname gebracht waren. En juster kwam er even op het neus en toen zei hij, nou ja, hij is ik maar op een prentenplein als de plak eindigen. Maar hij zei, het is wel mooi om mooi te doen dat ik mijn identiteit heb gezellig te maken. En hij vond het heel mooi om daar die peerwoorden in hun eigen oude taal te spreken. En ja, nou lezen we jou het op Pinkster voor de eigen taal. Elk jaar de woorden van de apostelen in de eigen taal. En het gaat in dat versje van Jean-Louis Macroy, ik word de geest, de spirit. En die brult in je versje. En het gaat ik hoe vlammen. En dat is het wonder dat, ja, als wij goed zorgen en goed luisteren, dan kunnen wij in alle mensen het vlamke van de geest jaren en sjen en prul. En daarvoor binnen wij je bij elkaar om zelf dat vlamke te ontvangen en te oefenen om in elkaar dat vlamke te ontdekken. Of dat nou Jean-Guy Macroy is, of is Boerman, of een jonkje op een strutte, of een collega. Het vlamke van de geest in elk mens. En zo willen wij nou aan het begin van deze tijd maar ook bidden. Voor de mensen, voor de vrouwen. Om Gods ontferming, om Gods geest. Litten wij bidden. Heere, ons God, dank u wel dat wij je bij elkaar wezen kunnen, met elkaar verbonden binnen om het Pinksterfeest te vieren. Jouw geest in de mensen, in de schepping. Dank voor alle momenten dat wij die geest vullen. En dat wij toch die vlam besielen. En Heer, wij brengen ik bij jou alle mensen die een burg binnen. Die geen vlamke meer vielen. Wij bidden voor mensen die hun identiteit net zien laten maken. Voor mensen die er net wezen maken of die strijden matten om er te wezen. Wij bidden voor mensen die vervolgen worden. Voor mensen die in jermoede leven. Voor mensen die plegen en pesten worden. Zodat ze steeds lietsen worden. Wij bidden God om jouw ontferming.
Wij bidden om jouw Heilige Geest onder de mensen, in de mensen. Dat elk meisje bij een bewijzen in jouw geest, in jouw jacht. Heer, ontferm dit op. Amen. Wij zongen nou een lied voor de vlammetjes. Bij de opening van de schriften bidden wij om Gods Heilige Geest. Kom, Heilige Geest. Vervul onze harten. Waai door deze wereld. Open ons. Voor het woord van God. Het scheppende, het herscheppende woord. Woord van licht en leven. Van liefde en rechtvaardigheid. Kom, Heilige Geest. Beziel ieder mens. Ieder mensenkind dat moe is en zoekt naar kracht. Ieder mens dat lijdt en zoekt naar genezing. Kom, Heilige Geest, beziel uw kerk overal in deze wereld. Laat ons open zijn om het woord te ontvangen, om vrucht te dragen, om te leven als kinderen van God. In Jezus' naam. Amen. Wij luisteren naar het evangelie en naar het verhaal van Pinksteren. Ik wil van je lezen uit Johannes 14. Jezus zei: Ik ben de weg, de waarheid en het leven. Niemand kan bij de Vader komen dan door mij. Als jullie mij kennen, zullen jullie ook mijn Vader kennen. En vanaf nu kennen jullie hem, want jullie hebben hem zelf gezien. Daarop zei Filippus: Laat ons de Vader zien, Heer. Meer verlangen we niet. Jezus zei: Ik ben nu al zo lang bij jullie
En nog ken je me niet, Filippus. Wie mij gezien heeft, heeft de Vader gezien. Waarom vraag je dan om de Vader te mogen zien? Geloof je niet dat ik in de Vader ben en dat de Vader in mij is? Ik spreek niet namens mezelf als ik tegen jullie spreek, maar de Vader die in mij blijft, doet zijn werk door mij. Geloof me, ik ben in de Vader en de Vader is in mij. Als je mij niet gelooft, geloof het dan om wat hij doet. Waarachtig, ik verzeker jullie, wie op mij vertrouwt, zal hetzelfde doen als ik, en zelfs meer dan dat. Ik ga immers naar de Vader. En wat jullie dan in mijn naam vragen, dat zal ik doen, zodat door de Zoon de grootheid van de Vader zichtbaar wordt. Wanneer je iets in mijn naam vraagt, zal ik het doen. Als je mij lief hebt, houd je dan aan mij geboden. Dan zal ik de Vader vragen jullie een andere pleitbezorger te geven, die altijd bij je zal zijn. De Geest van de waarheid. De wereld kan hem niet ontvangen, want ze ziet hem niet en kent hem niet. Jullie kennen hem wel, want hij woont in jullie en zal in jullie blijven. We luisteren nu naar gezang 681. Van het Pinksterfeest daar weer, wienen ze alle keren op één en hetzelfde plak bijeenhoor. Toen kwam er in één uit de hemel een geroes, achter een verheftige wien oorstruizen kwam. Dat klonk door het hele hoes dat ze zien. De verschillende hadden wat, dat op vlammen van vuur liggen, die het buiten oorgong en die zetten haar op een elk van haar del. En ze waren vol van de Heilige Geest. En begon alle heren in oren talen te spreken, al naar de geest het haar injoeg haar te uitdringen. Nu ben er in Jeruzalem Joden, vrome mannen uit alle landen van de wereld. En op het jaren van dat geroes kwamen de meesten van alle kanten erop ta. Ze rekken al heel van de wezen, want een elk jaar hadden
in zijn eigen taal spreken. Ze wien verheerd en zijn vol verwondering. Binnen dat net al hier de Galileërs die er aan het woord binnen. Hoe komt het dan dat een elk ze praat niet in zijn eigen memmentaal? Patten, meden en elemieten, inwoners van Mesopotamië, Judea en Cappadocië, Pontus en Azië, Frigië en Pamphylië, Egypte en dat pad van Libië dat bij Cyrene loopt, Romeinen dit hier gaat. Dit hier te horen, Joden en dit Jood worden binnen, lieu van Kreta en uit Arabië. De Jeren hadden in hun eigen taal vertellen van Gods grote dieren. Ze wien er alle je geleid mee aan en zijn zin naar. Wat had dit te betreuren? Oren besloegen het maar de kijk en zijn. Ze hebben te volle spier te wien gehouden. Lustrinonig gezang 695. Gemeente van onze Heer Jezus Christus, broers en zusters. We zijn deze dienst begonnen met een lied over de vogelgeest. En zij zit als een vogel broedend op het water om het nieuwe leven geboren te laten worden. Ik heb van de week in de voorbereiding van deze dienst dus opgezocht waar overal in de Bijbel het woord geest voorkomt. Dat komt honderden keren voor en meestal in de betekenis
van de geest van God, die ook de geest aan mensen geeft. Soms ook de kwade geest. En dan gaat het ook over het onderscheiden van de geesten. Welke geest waait hier nu? Maar meestal dus over die bezielende geest van God. En ik heb dat zo eens wat opgezocht, waar het overal voorkomt. En ik werd er eigenlijk wel heel blij van. Dat is echt bezielend om die woorden te lezen allemaal. Jullie kunnen het ook zelf opzoeken. Er is een hele handige website, debijbel.nl van het Bijbelgenootschap. Daar zit een zoekfunctie op, daar typ je in geest. En dan krijg je dus 650 plekken waar de geest in voorkomt. Mooi werkje voor vandaag of voor morgen als het heel hard regent. Dan kun je eens opzoeken waar overal die geest in de Bijbel voorkomt. Ik noem nu een aantal voorbeelden om jullie mee te nemen in die beweging. Over Mozes wordt niet eens zo uitdrukkelijk gezegd dat de geest dat hem was, maar wel als die 70 oudsten worden aangesteld, omdat het werk Mozes eigenlijk een beetje te veel wordt. En dat zijn schoonvader zegt, Mozes jongen, je moet een beetje kalm aan. En dan worden 70 oudsten aangesteld om mee het werk te doen. En die worden vervuld van de geest. Allemaal ambtsdragers van het eerste uur, zou je kunnen zeggen. De opvolger van Jozua wordt ook gevuld met de geest. En in het Oude Testament, overal wordt gesproken wordt over de zalving, dat is ook de zalving door de geest. Zoals Jezus de gezalfde is, dat betekent dat Jezus vol is van de geest. Christus betekent ook gezalfde, hè? En Messias betekent ook gezalfde. Allemaal vol van geest. Jozua was ik aangeland aan de richters die ook iedere keer vervuld worden met de geest. Tot en met Simson om die pilaren in de tempel om te duwen. Ook de kracht van de geest. Het zijn natuurlijk verhalen uit oude tijden waarbij je van alles kunt denken, maar je voelt daarin de kracht van de geest. David die gezalfd wordt, voel je ook de geest. Saul die profeteert met de profeten, die ook vervuld wordt met de geest, maar dan ook dat moeilijke verhaal dat kwade geesten bezit van hun leven. En dan die droom van Salomo. En dat God tegen hem zegt, wat wil jij? Je mag van mij vragen. En dan vraagt Salomo om een onderscheidende geest. Een geest die kan onderkennen waar het op aankomt. En dan krijgt hij wijsheid. En dan hebben we de grote profeten Elia en Elisa. En Elisa die van Elia vraagt of hij een dubbel deel van zijn geest mag ontvangen. En zo komt steeds bij de profeten, die worden iedere keer opnieuw vervuld van de geest. En dan een heel bijzondere tekst bij Job. Ik hoorde kort geleden iemand zeggen, ik wou dat ik niet geboren was. En dat zijn indrukwekkende woorden. Ik wou dat ik niet geboren was. En ik zei toen ook, dat zei Job ook, we hebben het over Job gehad. En nu las ik, dat wist ik niet, maar Job zegt ergens, de geest van God heeft mij gemaakt. En de adem van God doet mij leven. Dus die kant van Job was er ook. Hij zegt, in zijn grote ontluistering was ik maar niet geboren. Maar Job zegt ook, de geest van God heeft mij gemaakt. En de adem van God, dat is ook niks anders dan die geest, de adem van God doet mij leven. En in de psalmen komt de geest voor,
Neem Psalm 51, waarin gebeden wordt om vernieuwing van de geest. En neem uw Heilige Geest niet bij mij vandaan. En Spreuken vol met die aanwijzingen voor de zonen, laten we ook maar zeggen, de dochters van Israël. En er wordt gezegd, luister en dan zul je de Heilige Geest ontvangen. Luister naar goede raad. En dan hebben we de woorden van Jesaja die ook vol zijn van geest. En die ook vertellen over het nieuwe kind en de knecht van God die zal komen. En die de gaven van de geest, de zalving van de geest zal ontvangen. De Heer heeft mij gezalfd met zijn geest. Om het goede nieuws te brengen, om gevangenen vrij te maken, om armen het evangelie te brengen, om lammen te genezen, om blinden weer ziende te maken. Ezechiël, profeet Ezechiël, die zegt, God zelf zal een nieuw hart en een nieuwe geest in jullie binnenste leggen. En tenslotte noem ik dan in het Oude Testament de profeet Joël ook, die voorkomt in het Pinksternieuws, van dat de geest zal worden uitgegoten over de jongeren, over de ouderen, over iedereen. En dan kom ik bij het evangelie. De evangeliën die zijn vol van de geest. Met name ook in het Lucas-evangelie zo uitgesproken, maar ook in het Johannes-evangelie, ja, op zijn eigen, in zijn eigen taal weer. Maar het begint dan natuurlijk met Maria, die zwanger is door de Heilige Geest. Daar wordt opnieuw het woord van God geboren uit de geest, als bij de schepping. Jezus, het woord dat mens is geworden. En Zacharias en Elisabeth en Maria, en ze zijn allemaal vervuld van de geest op hun tijd. En dan de doop van Jezus. Dat hij zelf gedoopt wordt in de Heilige Geest. En dat hij ook zelf zal dopen met de Heilige Geest. En dat Jezus die woorden opneemt van Jesaja. De geest van de Heer heeft mij gezalfd om het evangelie te brengen in woorden en in daden. En tenslotte dat Jezus zelf weer zijn leerlingen zendt en daarbij zegt, ontvang de Heilige Geest en ga zoals ik de wereld in om het evangelie te brengen. Dat gebeurt en dat zien we gebeuren in het handelingenverhaal waarin het Pinksternieuws het grote begin is. Daar wordt de kerk geboren, daar stroomt het evangelie van Christus de wereld in. En iedere keer zien we ook in het boek Handelingen hoe de apostelen hun wegen gaan. En dat iedere keer zij ook weer door de geest geleid worden of tegengehouden. Maar de geest als werkzame kracht in hun leven. En in de brieven van Paulus kom je het overal tegen. Onder andere in die woorden over de vrucht van de geest. Die ik ook hier in de gemeente van Arem en Kinsen in deze tijd tussen hemelvaart en Pinkster heb meegegeven. De vrucht van de geest. Liefde. Vreugde, vrede, geduld, vriendelijkheid, goedheid, zelfbeheersing. En als je dan kijkt naar wat er allemaal in de wereld gebeurt, dan voel je ook, dan kun je ook onderscheiden waar die geest werkzaam is of waar er geestenwerkzaamheid zijn van die juist de tegenpool zijn. De korte lontjes, de haat die gevoed wordt, het geweld, het ongeduld.
verlies van zelfbeheersing, de gulzigheid. Zo dus in de brieven van de apostelen en tenslotte in het boek Openbaring. Helemaal op het eind van het boek Openbaring, daar staat de geest en de bruid. En de bruid is het beeld van de gemeenschap van Christus, waar wij ja tegen hebben gezegd, waar wij deel van uit willen maken. De geest en de bruid zeggen, kom. Wie dorst heeft, laat die komen om te drinken van het levende water, van het water dat leven geeft. En zo zijn we ook weer bij het begin van de geest die broedt als een vogel op het water en waaruit het licht, het leven geboren wordt. Snappen jullie, als je dit zo, ja, voelen, ik hoop dat jullie het voelen als je al die verhalen, al die ervaringen hoort. Dat je de kracht van de geest voelt door de eeuwen heen, samenkomend in dat grote evangelie van Jezus Christus. Die zelf vol was van de geest en die geest aan ons uitdeelt in stroom. En in die stroom gaan wij staan op het Pinksterfeest om ons te laten vullen. Om met vertrouwen en hoop en liefde door deze wereld te gaan. En je mag zeggen, vanaf de schepping is er ook de tegenwind geweest. Maar dwars door alle tegenwind en door alle geweld, alle vragen, alle pijn en lijden en onzekerheid heen, gaat het verhaal van de geest de eeuwen door. Tot in openbaringen waarin gezegd wordt, de geest en de bruid zeggen, kom, die dorst heeft, laat hij of zij komen en drinken van het water dat leven geeft. Dat is de rijkdom die wij hier ontvangen. Meer, nou, meer kun je haast niet ontvangen. Nee, niet haast. Meer kun je niet ontvangen. En dan is er dat wonder op het Pinksterfeest dat ieder dat in zijn of haar eigen taal hoort. En ook dat is onderdeel van de rijkdom, dat we in alle talen, in alle mensen, in alle situaties dat vlammetje kunnen ontdekken. En dat dus op die manier ook iedereen voluit er mag zijn met de eigen taal en identiteit en dat wij zo elkaar tegemoet gaan. Heden hoorde vanmorgen dat Jezus zegt, ik geef jullie pleitbezorger, staat er in het Nederlands. Het is de parakleet, staat er in het Grieks. Dat is de erbij geroepen, ook vertaald als trooster. Jezus roept de geest erbij voor ons in iedere situatie. Die geest vervult ons met Pinksteren. We gaan zo meteen luisteren naar een lied wat Stef Bos zingt samen met een jongerenkoor, waarvan de geest van hierboven leer ons geloven het refrein is. Maar de kernwoorden van een lied van Stef Bos, ik wil het water naar de zee zijn, de zoden aan de dijk, het gevecht tegen de bierkei, alles wat onhaalbaar lijkt. In dat lied hoor je de strijd van alles waar we tegen oplopen, al onze onmogelijkheden. En in dat lied horen we ook hoe de kracht van de geest, de bezieling van de geest, ook iedere keer
wegen wijst om, ja, om het onhaalbare mogelijk te laten zijn. Dat is de hoop waarvan wij leven. Amen. Laten we een moment stil zijn om ons naar de geest te richten en dan luisteren we naar het lied. Wil het water naar de zee zijn, de zoden aan de dijk. Het gevecht tegen de bierkaai, alles wat onhaalbaar lijkt. Ik wil de rot zijn in de branding, met de verbeelding aan de macht. Wil de stilte die vanzelf spreekt zijn en het daglicht in de nacht. Ik wil een land zijn zonder grenzen, waar de ruimte nog bestaat. Wil traag zijn als de waarheid, die de leugen achterlaat. Is van hier boven, in ons geloven, open door uw kracht. Ik wil de mond zijn van het wanhoop. Het stilstaan van de tijd, wil een sprong zijn in het duister en de laatste stroom zijn. Wil de taal zijn van een dichter, die zichzelf geen dichter noemt. Het zout zijn van de aarde en de kus die ons verzoent. Ik wil een land zijn zonder woorden. We mogen nu samen danken en bidden. Ik zou vandaag bij de gebeden willen noemen dat Hessel Spoor is overleden. De man van, volgens mij is het de jongste zuster, Boutje Talsma. De zwager dus van Siebe, Douwe, Anne Talsma. Zijn er ook dingen die jullie willen aandragen voor de voorbeden? Dan mag dat voor de dankgebeden.
vrede van Jeruzalem. Dat is ook zo spannend gebeuren opnieuw, hè? Dat alle mensen die het moeilijk hebben in de jonge mensen. Ja, de jonge mensen die het moeilijk hebben in de coronatijd. Ja. Zullen wij maar kort beginnen? Dank u wel, God, voor dit Pinksterfeest. Voor uw geest die onblusbaar ons leven bezielt. De erbij geroepene, de parakleet, de trooster in ons bestaan. Dank u wel, God, voor uw liefde die ons leven zo draagt en leidt. Dank u wel voor alle vlammetjes die wij kunnen ontwaren in onze levens, in onze wereld, die ons hoop en moed en vervulling geven. En Heer onze God, wij brengen ook bij u alle plaatsen waar dorst is. Waar dorst is naar bezieling, naar liefde, naar vrede. Zo bidden wij vandaag voor Jeruzalem, voor Israël, voor de Joden en de Palestijnen. Wij bidden om uw heilige geest van vrede. En zo bidden wij u ook voor alle andere plaatsen waar mensen met geweld tegenover elkaar staan. Wij bidden voor de mensen die de dood onder ogen moeten zien, leven met gemis. Zo noemen wij de naam van Hessel Spoor en we bidden voor zijn naasten, om uw troost, om uw licht. Voor alle anderen ook. Leven met verdriet en gemis, bidden wij om uw geest, uw troost. Wij bidden God voor de jongeren in deze tijd. In het bijzonder ook om, ja, hoe zij hun weg vinden in deze tijd van corona. Kinderen, schoolgangers, jongeren die examen doen, studenten. Heer, wilt u hen ook vullen met uw geest, dat zij toekomst zullen voelen. Zo bidden we ook voor alle mensen die ziek zijn, die door corona getroffen zijn, die daardoor in bestaansonzekerheid zijn geraakt. Heer, geef dat er medemenselijkheid mag zijn, echte aandacht voor elkaar. Wij bidden voor uw kerk in deze wereld.
neem uw Heilige Geest niet bij ons vandaan. Vernieuw ons door uw Geest. En leer ons om uw roeping te verstaan. In de stilte willen wij zeggen wat de ander niet voor ons kan zeggen. En luister naar u. Laten wij bidden met de woorden die Jezus ons heeft gegeven. Onze Vader, die in de hemelen zijt. Uw naam worden geheiligd. Uw koninkrijk komen. Uw wil geschieden, gelijk in de hemel alzo op aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood. En vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid tot in eeuwigheid. Amen. De collecte is zometeen bij de uitgang van de kerk. De eerste collecte is dus bestemd voor die actie van Giro 555 voor coronahulp. Vooral ook voor vaccinaties overal in arme landen. Dat het zo nodig is dat daar ook vaccinaties beschikbaar komen. Van harte aanbevolen. Tweede collecte voor de kerk. Straks bij de uitgang. En dan zingen we nu ons slotlied, gezang 675.